Op 15 maart is het één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat we op die dag niet naar de komende 4 jaar, niet naar de lokale politiek, maar naar de toekomst kijken. De toekomstverkiezing vindt plaats op 15 maart. En daarbij vragen we zoveel mogelijk scholieren en andere jonge mensen om te stemmen voor een wereld in 2050. Als jij docent bent op een school of op een andere manier toegang hebt tot kinderen en jongeren, doe dan mee. Wij hebben een lesbrief, een manier om in 3 kwartier het gesprek over de toekomst aan te gaan. En er komt een mooie website aan waarin je een keuze kan maken voor 1 van 12 mogelijkheden voor toekomstbeelden als het ware. Zo kunnen jonge mensen eigenlijk al laten weten wat voor hun een mooi toekomstbeeld is. Een aantrekkelijke wereld waar ze zich voor kunnen stellen in het jaar 2050. Laat ons weten of je mee kan doen. We hebben materiaal voorhanden. We staan ook open om samen te werken. Het is het begin van een lang traject waarin we het toekomstdenken eigenlijk een plek willen geven in het middelbaar onderwijs. Laat het van je horen.